In deze video ga ik jullie tonen hoe je een texture pack kan downloaden op de Bedrock versie van Minecraft. Dus laten we geen tijd verspillen en laten we meteen beginnen. Deze tutorial is voor de Windows 10 versie van Minecraft, dus voor de PC versie van Minecraft. Ik zal ook nog een andere tutorial online zetten voor op telefoon, voor hoe je op telefoon ook texture packs kan downloaden. Als je op PlayStation speelt of op Xbox, sorry, maar dan kan je denk ik enkel alleen texture packs krijgen via de marketplace. Maar vandaag gaan wij het niet doen via de marketplace, wij gaan gewoon gratis texture packs gaan downloaden in Minecraft. Dus het eerste wat je natuurlijk moet doen is je moet je texture pack downloaden. Hiervoor ga ik meestal gewoon naar Google en ik ga dan naar de website van Planet Minecraft of ik zoek gewoon op Minecraft Bedrock texture pack en dan de eerste website die je dan normaal gezien zal uitkomen is de website van Planet Minecraft. Ja, hier Planet Minecraft staat helemaal van boven en hier kan je dan gaan zoeken naar een toffe texture pack. Voor de tutorial ga ik nu dit texture pack gebruiken, de Collapse UI texture pack voor de Bedrock Edition. Daar moet je dan op klikken, dan kan je die hier gewoon downloaden. En gaat hij uw download beginnen starten, of het kan ook zijn dat hij u eerst ergens anders naartoe redirect en dat je die daar dan kan downloaden. Maar ik heb hier nu dus de texture pack gedownload. Wat je dan wil doen is, als je texture pack gedownload hebt, wil je op je toetsenbord wil je klikken op de Windows knop en op R tegelijkertijd. Dan gaat hij hier van onder een schermpje openen. Hier wil je intypen %appdata. Percent en dan op oké klikken. Dan gaat hij hier een map openen. Hier wil je naar boven gaan en dan wil je hier klikken op App Data. Als je in App Data bent, wil je gaan naar de map die Local noemt. Hier wil je dan, als je in deze map bent, wil je dan drukken op Packages. Als je dan in de Package map bent, moet je hier gaan zoeken naar iets met Minecraft in de naam. Je kan hier nu gaan allemaal zitten doorscrollen en dan naar dingen zoeken van Minecraft. Maar er is een veel simpele manier. Je kan hier rechts aan boven klikken en dan kan je zoeken in Packages. Daar typ je gewoon Minecraft. En dan gaat hij je normaal gezien een paar opties geven. Maar de optie die dat wij zoeken is Microsoft.Minecraft. UWP, daar wil je op klikken en dan heb je hier van alles staan. Hier wil je op local state klikken en dan als je in de local state map bent aangekomen moet je weer op een andere map klikken. Ik weet het zijn veel stappen, maar dat moeten we nu eenmaal doen als we een gratis texture pack willen installeren op de Windows 10 versie van Minecraft. Hier wil je dan klikken op games en dan heb je hier normaal gezien een com.mojang folder staan, dan wil je daar weer op klikken. En als je hier bent aangekomen, dan zijn we eindelijk in de juiste folder aangekomen. Hier heb je twee verschillende folders staan, eentje die resource packs noemt, dat is voor texture packs, en eentje die behavior packs noemt, dat is voor mods. Dus wij willen nu een texture pack installeren, dus wij klikken op de resource pack folder en dan willen we hier gewoon onze resource pack inslepen. Dus de resource pack die ik gedownload heb is Collapse UI. Deze wil ik hier dan inslepen. Velocity. En dan wil ik nu mijn Minecraft opnieuw gaan opstarten. Dus ik ga eventjes rap mijn Minecraft opnieuw opstarten. Als uw Minecraft dan opnieuw is opgestart, wil je natuurlijk gewoon naar de instellingen gaan en dan helemaal naar van onder scrollen. En dan ga je hier normaal een tabblad zien met algemene resources. Hier wil je op klikken, klik je op mijn pakketten. En dan is het normaal gezien het pakket dat je geüpload hebt, moet hier tussen staan. En dan kan je gewoon klikken op activeren. En dan staat het texture pack, is het texture pack actief. Het kan zijn dat je voor sommige texture packs ook nog eens in Minecraft nu opnieuw gaat moeten opstarten om het texture pack actief te stellen. Maar normaal gezien moet dat niet voor deze texture pack. En zoals jullie ziet heb ik het texture pack nu aanstaan. Oké mensen, dat was dus voor deze video. Vond je de video leuk? Geef hem dan zeker een like. Abonneer op mijn kanaal. En klik zeker op de video rechts. Want daar toon ik hoe je texture packs kan installeren op de telefoon versie van Minecraft en klik links, want daar toon ik hoe je dat kan doen op de Java versie van Minecraft. Dag hè!